U start binnenkort met bestraling op de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC Kankerinstituut. We leggen in deze voorlichtingsfilm uit hoe de voorbereiding op deze behandeling eruit ziet en hoe de bestraling zelf in zijn werk gaat. Hierdoor bent u straks beter voorbereid en kunt u met meer vertrouwen aan de behandeling beginnen. Er zijn twee verschillende locaties in het Erasmus MC voor bestraling. Locatie Rotterdam en locatie Dordrecht. Deze film is opgenomen op locatie Rotterdam. Op beide locaties wordt de behandeling op dezelfde manier uitgevoerd. Meneer De Vries. U krijgt altijd eerst een afspraak bij de radiotherapeut op de polykliniek voordat de bestralingsbehandeling begint. De radiotherapeut informeert u over de behandeling en de mogelijke bijwerkingen. En u kunt vragen stellen. We moeten rekenen dat in de loop van de behandeling er toch wel moeheidsklachten gaan ontstaan. Maar meer specifiek voor het gebied waarop we... Na dit gesprek maken we vervolgafspraken voor de voorbereiding op de bestralingsbehandeling. Er wordt in ieder geval altijd een planning-CT gemaakt. Voor de vervolgafspraken meldt u zich bij de receptie van de radiotherapie. Tijdens uw eerste bezoek maken we daar een pasfoto van u en krijgt u een ticket. De pasfoto gebruiken we om u te identificeren. We vragen ook regelmatig naar uw geboortedatum. Met de ticket moet u zich tijdens de bestralingsperiode dagelijks aanmelden. De baliemedewerker brengt u daarna naar de volgende stap. Dat is meestal een CT-scan. Soms is er bij de bestralingen een masker nodig. Dit wordt dan eerst speciaal voor u gemaakt op de mold room. Een ruimte waar hulpmiddelen voor bestralingen worden gemaakt. Het masker zorgt ervoor dat u stabiel ligt tijdens het maken van de CT-scan en de bestralingsbehandeling. Het maken van zo'n masker duurt 20 tot 30 minuten. Meer informatie over het maken van een masker op de mold room vindt u in het filmpje hierover. U krijgt nu een CT-scan. U ligt daarbij in dezelfde houding als later tijdens de bestralingen. De laboranten geven u daarvoor duidelijke aanwijzingen. Soms wordt er via een infuus contrastvloeistof gegeven om verschillende weefsels beter van elkaar te kunnen onderscheiden. De CT-scan duurt 20 tot 30 minuten. De laboranten tekenen met behulp van laserlicht met een viltstift lijnen op uw huid of op het masker. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat u tijdens de bestraling altijd in dezelfde houding ligt. Tijdens het maken van de CT-scan verlaten de laboranten de ruimte. Zij kunnen u goed in de gaten houden via een raam en een beeldscherm. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen tijdens de scan, maar u kunt wel gewoon doorademen. Omdat de viltstiftlijnen op de huid verdwijnen, worden na de CT-scan op een aantal plaatsen blijvende tatoeagepunten geplaatst. Het aanbrengen van een tatoeagepunt voelt als een speldenprikje. Na het maken van de CT-scan kunt u direct weer naar huis. U kunt een iets andere voorbereiding krijgen dan in deze algemene film. Dat hangt af van de soort tumor en de plaats in het lichaam. U kunt bijvoorbeeld in een andere houding liggen. Sommige patiënten krijgen contrastvloeistof te drinken. Anderen krijgen een drink- en plasinstructie. En soms is het nodig de ademhaling tijdens de CT-scan te volgen via een band om uw middel. Ook kan extra beeldvormend onderzoek nodig zijn, waarbij u vaak in de bestralingshouding ligt. De radiotherapeut bespreekt het van tevoren met u als dit bij u nodig is. Nadat de CT-scan is gemaakt, geeft de radiotherapeut op de CT-plaatjes aan welk gebied er bestraald moet worden. Ook gezonde organen die vlakbij het te bestralen gebied liggen, worden hierop aangegeven. Tijdens het intekenen maakt de radiotherapeut gebruik van alle eerder uitgevoerde onderzoeken. Hierna maken de laboranten met behulp van de ingetekende CT-plaatjes een bestralingsplan. Het aantal, de vorm en de richting van de bestralingsbundels worden daarbij zo gekozen dat we het doelgebied zo goed mogelijk bestralen.
En dat we de gezonde organen in de buurt zoveel mogelijk sparen. Zodra het behandelplan klaar is, beoordeelt uw radiotherapeut dit. Als deze akkoord is met het plan, wordt het besproken met de andere radiotherapeuten en nagerekend door de klinisch fysicus. Hoe lang de totale bestralingsbehandeling duurt, hangt af van het soort tumor, de plaats van de tumor en het doel van de bestraling en varieert van 1 dag tot enkele weken. U wordt meestal 4 tot 5 keer per week bestraald. Als er nog andere technieken gebruikt worden tijdens de bestralingsserie, dan bespreekt de radiotherapeut dat van tevoren uitgebreid met u. Andere mogelijke technieken zijn bijvoorbeeld inwendige bestraling, warmtebehandeling of robotbestraling. Voor elke bestraling meldt u zich met uw ticket bij de aanmeldzuil tegenover de radiotherapie-receptie. U gaat dan naar het wachtgebied dat wordt aangegeven. Daar haalt een van de laboranten u op. Als u voor de eerste keer komt, legt de laborant uit hoe de bestraling in zijn werk gaat. U hoort dan ook welke kledingstukken u in de kleedruimte uit moet trekken voordat de bestraling begint. Als u daarna de kleedruimte verlaat, gaat u samen met een laborant naar de bestralingsruimte. In de bestralingsruimte wordt u opgevangen door 2 laboranten. Deze laboranten helpen u om op dezelfde manier op de behandeltafel te liggen als bij het maken van de CT-scan. Met behulp van de tatoeagepunten op de huid of de viltstiftlijnen op het masker kan dat heel precies gebeuren. Daarna brengen de laboranten het bestralingstoestel in de juiste startpositie. Het apparaat draait om u heen, maar raakt u niet. De laboranten verlaten de ruimte en sluiten de deur. Voor iedere bestraling maken we foto's om te controleren of uw ligging hetzelfde is als die op de CT-scan. Om dat te doen draait het bestralingstoestel 1 keer om u heen. De kwaliteit van deze foto's is niet geschikt om het resultaat van de bestraling te beoordelen. De bestraling begint. Tijdens de bestraling is het belangrijk dat u goed stil ligt. Via camera's houden de laboranten u de hele tijd goed in de gaten. Wanneer er iets aan de hand is, kunt u uw hand opsteken. De laboranten stoppen dan met bestralen en komen meteen naar u toe. Het bestralen zelf doet geen pijn. U voelt of ziet er niets van. De bestraling gebeurt meestal vanuit verschillende richtingen. De bestralingstijd per draaiing duurt enkele tientallen seconden tot enkele minuten. De totale bestralingsbehandeling duurt tussen de 8 en 20 minuten. Als de bestraling klaar is, komen de laboranten de bestralingsruimte weer in en kunt u terug naar de kleedruimte. Als u nog vragen heeft, kunt u deze altijd aan de laboranten stellen. Iedere week krijgt u een nieuwe afsprakenlijst voor de volgende week. Daarnaast krijgt u een aantal afspraken met de radiotherapeut om te bespreken hoe het met u gaat. Deze afspraken komen ook op uw afsprakenlijst. Vermoeidheid is een vaak voorkomende bijwerking. Andere mogelijke bijwerkingen komen alleen voor op de plekken waar u bestraald wordt. Deze bijwerkingen ontstaan in de loop van de bestralingsperiode en verdwijnen meestal geleidelijk 2 tot 3 weken na de laatste bestraling. De radiotherapeut bespreekt met u hoe u het best kunt omgaan met de bijwerkingen. En soms schrijft deze medicijnen voor om de klachten te verminderen. Op onze website vindt u meer informatie over bijwerkingen. Stoppen met roken is heel belangrijk. Want als u rookt in de periode van uw bestralingsbehandeling, kan dit de behandeling minder effectief maken. Ook kunt u meer bijwerkingen krijgen.
Als de behandeling klaar is, krijgt u meestal nog één of meer polykliniekafspraken bij uw radiotherapeut en bij de arts die u heeft doorverwezen. De behandeling kan soms iets anders verlopen dan u in deze algemene voorlichtingsfilm heeft gezien. U vindt meer informatie op de website van de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC Kankerinstituut. Misschien heeft u nog vragen. Voor medische vragen kunt u terecht bij uw radiotherapeut. En voor praktische vragen over de behandeling kunt u terecht bij een van de laboranten.